Kijk wat een hikma. Kijk wat een wijsheid. Hij zei, ja, maar als zo uit deze man, uit zijn nakomelingen, een groep ontstaan. Jullie zullen, jullie salah, jullie bidden, zullen jullie minderwaardig achter als jullie naar hun salah kijken. En jullie zullen jullie vasten minderwaardig achter als jullie naar hun vasten kijken. Nee, omdat ze zo in hun vasten en in hun bidden opgaan. En zo met concentratie en zoveel overgave. En hij zegt tegen de Sahaba, jullie zullen jullie eigen salah, de salah van de Sahaba, de beste mensen na de profeten. Jullie zullen jullie salah minderwaardig achtervolgen. En jullie vasten minderwaardig achtervolgen. Hij zei, en toch, naast dat jullie salat en jullie vasten enzovoort, minder salat te doen, zullen deze mensen op om geduldig te zijn met de regeringen. En draag ons op om Ahlul Bid'ah te vermoorden. Geduldig zijn met de regeringen. En het vermoorden van Ahlul Bid'ah. Want de Bid'ah, zoals jullie inshallah zullen horen bij een van de uitspraken van Sheikh Rabi' bin Hadi. De Bid'ah van de regeringen is minder erg als de Bid'ah van Ahlul Bid'ah. Dat was dus het begin van de dwaling. Het prille begin. Het prille begin. En op dit bandje hebben we niet tijd om, hebben geen tijd om zeg maar alles in detail uit te leggen. Maar we proberen over elke groep een kleine schets te geven. En zo inshallah gaan we door. Totdat we inshallah belanden bij bij Nederland. Bij het einde van de tijd van de Sahaba, toen er mensen uit Perzië en India enzovoort, moslim werden, waren er ook een aantal mensen die moslim werden omdat ze bang waren voor de dood. Of omdat ze bang waren voor hun positie. En ook, er was daar ook een groep die moslim werden omdat ze de islam van binnenuit stuk wilden. Een van deze is de bekende Abdullah ibn Sabah. De Jood die moslim is geworden en mensen is gaan onderwijzen en zo een groep heeft weten te vormen rond zich. Die groep die hij rond zich heen vormde, heeft hij weten te creëren door onder andere in de moskee van Medina en Al-Kufa en andere plekken, want dus Abdullah ibn Sabah, die ging als een windhoofd door het Islamitische Rijk heen. Dan was hij in die stad, enzovoort, enzovoort, ging overal heen. En daarvoor zijn er boeken geschreven over Ar-Ruwah, de overleveraars, die besmet zijn met het idee van Ibn Sabah. Er zijn een aantal Ruwah, overleveraars, die zijn besmet met de ideeën van Abdullah ibn Sabah. En dat idee heet het idee van een rast. Of het idee van het tashayyu'. Het tashayyu', wat van de Shia komt, zoals jullie dat weten, de Shiiten, is eigenlijk begonnen, uit liefde voor wie?
voor Ahl al-Bayt, voor de familie van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Maar zoals we al eerder hebben gezegd met het verhaal van al-Khawarij, en dat zijn diegenen die onder het gezag van de regeringen uit willen trekken. En dat zijn diegenen die de regeringen, ook al bidden ze, enzovoort, enzovoort, en hebben ze een aantal zonden, door het doen van deze zonden als kuffar verklaren. En de Khawarij, dat zijn diegenen die diegene die grote zonde begaat, daardoor kafir maken. Terwijl de manheid van alle sunna is, dat diegene die grote zonde maakt, ja, die grote zonde zoals bijvoorbeeld het drinken van alcohol, of het stelen, of het moorden, of het verplegen van seksuele, ja, verboden omgangen, enzovoort, enzovoort. Zij zeggen dat die man, doordat hij deze zonde pleegt, dat hij kafir is. Terwijl de sunna zeggen dat deze man nog steeds mu'min is, maar dat zijn imaan, yani, minder is. Of dat zijn imaan niet volmaakt is. Hij is een mu'min met zijn imaan, maar een fasiq met zijn grote zonde. Hij is een fasiq en een fasiq. Wat betekent fasiq? Fasiq betekent iemand die grote zonden pleegt. Dat is een fasiq. Of iemand die continu bezig is met het doen van kleine zonden. Dat is een fasiq. Dat is de manheid van de Khawarij. Zeggende dat er geen recht is alleen voor Allah. En dat er niet geregeerd mag worden alleen met de wet van Allah. En Ali bin Abi Talib zei hierop, dat is een waar woord wat ze hier zeggen. Maar ze bedoelen het op een valse manier. En niet op de manier van alle sunnah. En deze overlevering staat in onder andere Kitab al-Sharia van imam al-Ajurri met zijn ketting. Met zijn ketting van overlevering. Er is alleen recht voor Allah. En je mag alleen maar regeren met het recht van, yani, met de wet van Allah. Je mag alleen regeren met de wet van Allah. Dus dat is de manhaj van de Khawarij. En in zo'n beetje diezelfde tijd waren ook de Shia aanwezig, zoals ik al zei. Betekent, was de Shia in het begin eigenlijk het liefhebben van de mensen van Ahl al-Bayt, van de mensen van de familie van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wa sallam. En zo heeft Abdullah ibn Saba de waarheid omgedraaid met de leugen. En heeft hem na verloop van tijd doen overdrijven in de mensen of de familie van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wa sallam. Net zoals de Khawarij daarvoor. Die zo fanatiek waren in het doen van werken, dat ze diegene die grote zonde pleegde, als voor kafir verklaarden. En deze Shia, die zijn op een gegeven moment zo gaan overdrijven in het liefhebben van de familie van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, zodat er bepaalde mensen in een hele verschrikkelijke valse akide zijn gaan geloven. Wat ze noemen akide al-Razi'i. Deze akide, die geloven dat Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala an, de vierde khalifa van de islam, dat hij God is. En als de donderslag, en als de donder slaat, dan zeggen ze Ali, 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 waliullah. En ze denken dat Ali ibn Abi Talib
een aantal eigenschappen van de rububiyya heeft gekregen van Allah subhanahu wa ta'ala. Of dat hij zelf God is. En toen Ali ibn Abi Talib zichzelf inzette om deze mensen te bestrijden. En ze heeft verbrand. Toen zeiden ze, er is, nu weten we zeker dat Ali God is. Want er is niemand die de mensen verbrandt, alleen God. Kijk wat een dwaling. En om het begin van de dwaling goed te schetsen. En te laten zien dat het, de dwaling met iets kleins begint. Heb ik jullie meerdere keren verteld over de hadith die in Sahih Muslim staat. Dat Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu ta'ala anhu, in de moskee van Kufa iets vreemd zag. Hij zag de mensen met steentjes gooien. En ieder had 100 steentjes bij zich. En zei, en als de aanvoerder zei, Sabbih, zeiden ze allemaal 100 keer, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. En als ze zeiden, Halil, zeiden ze allemaal, La ilaha illallah, La. Ahmed, zeiden ze allemaal, Alhamdulillah, Kabbir. Allahu Akbar, Allah, enzovoort, enzovoort. En Abu Musa al-Ash'ari vond het vreemd en hij ging naar de imam van die tijd. En dat is de imam Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu. Hij zei, ja, Abdullah, ik heb iets vreemd gezien, ik wil dat je graag meegaat. Abdullah ibn Mas'ud is meegegaan naar de moskee van Kufa. En zag daar de mensen deze toevoeging uitvoeren. En zei, wat zijn jullie hier aan het doen? Toen zeiden ze, gewoon, we tellen deze steentjes en gedenken Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Mas'ud zei, jullie dwaling gaat op deze manier heel snel. Het lijkt mij dat jullie meer kennis hebben als de, of wie. De metgezellen van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wa sallam zijn nog niet overleden. En het lijkt mij dat jullie meer kennis hebben als de metgezellen van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wa sallam. Of dat jullie een deur openen van de dwaling. En de overlever van deze hadith, die zegt dat op de dag van een Nahrawan, en dat is de dag dat de Gewaris gingen vechten tegen Ali ibn Abi Talib, terwijl Ali ibn Abi Talib dat een van de sahaba van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam is. De overleveraar zei, ik heb op die dag al deze mensen die toen op de dag in de moskee van Kufa deze bid'a uitvoerden, heb ik ze allemaal zien vechten op de linie, op de lijn van de Gewaris tegen Ali ibn Abi Talib. Kijk wat een dwaling. Het begon alleen maar met wat? Met dikker. En het eindigde met het vermoorden van de sahaba. Of het willen vermoorden van de sahaba. Dus pas op, ja broeders en zusters. De dwaling begint met iets kleins. Maar het is zoals een spiraal. Het brengt je van kwaad naar erger. Dus pas op en neem je kennis van diegenen die kennis hebben en die gestudeerd hebben bij de ulema. De ulema van Ahle Sunna, niet de ulema van Ahle Bid'a. En daarna was er een andere groep en dat was aan het einde van de laatste periode van de sahaba. In die tijd leefden nog een aantal sahaba. Dat onder andere Abdullah ibn Omar. En Anas ibn Malik. Enzovoort, enzovoort. Hij zei, er kwam iemand naar hem toe. Twee broeders. Van de tabi'in uit al-Basra. En zeiden, we zijn speciaal naar Abdullah ibn Omar gekomen. In de tijd van Hajj en ibn Omar. Dat geloof ik in die tijd in Mekka. Ook al is hij met hem niet, maar hij is ook geloof ik in Mekka in die tijd. Hij zei, en dat was natuurlijk hartstikke.